Veldhuis, de Alzheimer-expert in Nederland. Een medicijn dat de ziekte kan remmen. Ja, het bijzondere van dit medicijn is dat het de ziekte in de oorsprong aanpakt. Hè. Dus de ziektemakende eiwitten van Alzheimer, het amyloïd, wordt door dit medicijn in de basis aangepakt en ook echt opgeruimd. Dat kun je zien op de PET-scans die gebruikt werden in de studie. En na verloop van tijd, na 18 maanden, waren een aantal van de patiënten waren gewoon schoon. Ja. Ik heb het eerder wel eens genoemd, het is een soort van stofzuiger waarmee je dan dat brein helemaal schoonmaakt. En dat is echt heel bijzonder, want tot voor kort was dat helemaal niet mogelijk. Nee, we zien hier een aantal beelden. Ja, dus dit is een PET-scan, dit is een amyloïd PET-scan, zoals dat heet. En alles wat je ziet in het rood, het lijkt heel heftig, alsof het door het hele brein zit. Maar dat is ook een kwestie van schaling. Maar dit is ziekmakend eiwit. En dit is wat mensen met Alzheimer onderscheidt van mensen die geen Alzheimer hebben. En dat is zwart-wit, in dit geval rood. Maar dat is een heel duidelijk verschil. Ja. Deze scans werden gebruikt om mensen te selecteren in die studie. En deze scans werden ook gebruikt om de uitkomst te meten van het medicijn. Daar hebben we ook een plaatje van als het goed is. En dat was al in de eerste studie duidelijk. En alle drie de studies die gedaan zijn, dat kun je hier zien. Dus op placebo na een jaar ziet de scan er identiek uit. Maar als je de drie verschillende doseringen... En dat was ook heel bijzonder. Dus na de hoeveelheid dosering van het geneesmiddel, hoe hoger de dosis, hoe beter het werkte. En met die laatste dosering zijn twee grote studies gedaan. En die laten krek hetzelfde zien. 40-50% reductie van de hoeveelheid ziekmakend eiwit in de hersenen. Nou, als je dat in de oncologie en of welk ander deel van de medische kant zou denken... Ja, dat is een no-brainer. Natuurlijk moet je dat hebben, het medicijn. Waarom er veel discussie was, ook in de Nederlandse krant en ook bij de FDA, waarom het even geduurd heeft, is omdat het effect van deze opruimactie klinisch best lastig te meten is. Mm-hmm. En daar gebruiken we eigenlijk ook in alle eerlijkheid hele grofstoffelijke instrumenten voor. Dus je bent met een hele fijne kam aan het kijken van wat ben ik in de hersenen aan het doen. En je gaat met een hele grofstoffelijke kam ga je meten aan de buitenkant of mensen er iets van merken. En het is na 18 maanden was dat in die twee studies een verschil. De ene wel en de andere niet. Ja. Dat maakte het een beetje lastig. Maar de FDA heeft heel erg bijzonder beslist vandaag dat ze accelerated approval doen voor dit middel. Omdat, dat doen ze alleen bij ziekten die zo ongelooflijk dodelijk zijn en belangrijk zijn... Mm-hmm. Waar geen ander middel voor is. En dat is een statement. Want voor al die mensen die nog denken dat de ziekte van Alzheimer een gevolg is van normale veroudering, quod non. Dat is niet zo. En dat heeft de FDA vandaag heel duidelijk gemaakt.